stokje moet overgedragen worden. Dat betekent niet dat ik me afzijdig houd. Ik ben nog bijvoorbeeld voorzitter van de mannenvereniging. En ik doe nog wel mee in de kerk, maar niet meer in functies als ouderling of iets anders. Ik denk dat het heel goed is om de dingen die je vroeger deed, toen je jong was, dat je overal in meedraaide, dat nou wel overgenomen mag worden door jongeren. Maar toch denk ik wel dat het heel goed is dat je in contact blijft met elkaar als jongeren en ouderen. Dat je ook samen in bepaalde clubs of wat ook zit.